Door de coronamaatregelen zijn alle binnensportlocaties gesloten. Dat betekent ook voor Circus Miloco en Gymsport Leiden dat zij al maanden geen les kunnen geven. Jeroen van Ede van Circus Miloco bedacht een plan en stapte ermee naar de gemeente. Nu staat er een grote circustent op het voormalig terrein van Leidse Boys aan de Voorschoterweg. Elke dag zijn er circus- of gymsportlessen. Ja, ik had zoiets van, ik zag al meerdere mensen in partytents buiten sporten. En toen had ik zoiets van, officieel was zo'n grote tent, zou als binnenlocatie gelden. Maar gelukkig door de gemeente hebben we met bepaalde afspraken hebben we toch kunnen zorgen dat ze met alle kanten open we dit zo kunnen organiseren. De gemeente zag het plan van Jeroen ook zitten en had meteen een samenwerkingspartner in de aanbieding. Gymsport Leiden dus. Ze hebben allemaal dezelfde spullen nodig, dus voor ons was het eigenlijk een heel goed idee om samen te gaan. En hoe is dat dan, buiten les krijgen op een eenmansfiets? Machtot en Vitalia hebben er inmiddels ervaring mee. Nou, ik vind het wel leuk, want je hebt natuurlijk wel dat het lekker warm is soms. En je hebt veel meer ruimte. Maar het is natuurlijk ook wel fijn om in de zaal, want dan heb je niet een ondergrond waarmee je heel hard kan vallen, zeg maar. We zijn wel iets beperkter hier. Ja, het is een kleinere vloer en de grond is wiebeliger natuurlijk, wat meer hobbelig. En dat maakt het wel wat lastiger, vooral voor beginners. Maar voor gevorderden gaat het eigenlijk prima. Ja, ik vind het wel heel fijn, want ik vind het thuis zitten en dan niet circus doen vind ik wel een beetje saai. Dus ik vind het wel leuk dat we nu dingen buiten kunnen doen. En ik vind het fijn dat Jeroen dit heeft geregeld. Maar kun je ook gymsporten in een circus tent? Voor sommige mensen lijkt het natuurlijk altijd circus. Maar wij doen natuurlijk onze eigen disciplines. Die we ook zoveel als mogelijk proberen te faciliteren hier in alle dingen. Goed, ook hetzelfde probleem als wat Jeroen aangaf. Met de vloer is allemaal anders. Maar goed, we hebben de vloer eigenlijk ook iets vergroot. Zeg maar, met extra houten platen die we kregen van bouwmaat. Dus dat was ook heel erg fijn. Zodat we ook meer ruimte hadden om binnen ook de toestellen kwijt te kunnen. Maar we kunnen hier eigenlijk wel een soort van gymles geven, zeg maar ook. We hebben ook van die grote springkussens neer kunnen leggen straks. Dus ja, op die manier kunnen alle kinderen hier wel uit de voeten. Als de binnensportlocaties weer open mogen, gaan ook Circus Miloco en Gymsport Leiden weer terug naar hun eigen zalen. Maar dat betekent niet meteen het einde van de nieuwe samenwerking. Ik heb al vaker gezegd ook dat het supergoed is dat we ook de sport Leiden samen meer moeten optrekken. Nou, dit is eigenlijk ook weer op een iets andere invalshoek. Maar we hebben al met elkaar gesproken over allerlei andere activiteiten waarin we zeggen van nou, misschien zit daar nog wel eens een vruchtbare samenwerking in. Of het nou gaat om een grote demonstratie of iets dergelijks. Nou, dan kun je op die manier elkaar ook wel versterken. Miloco doet heel graag samenwerkingen. We doen dat met muziekverenigingen af en toe. Maar we hebben het ook eens met theaters gedaan. En dit lijkt me ook een hele leuke is om uit te proberen in een hele andere hoek. Op en onder het terrein wordt al jaren gebouwd. Maar nu, in de komende fase, gaat er ook aan de buitenkant van de panden iets gebeuren. En dat ga je zien als argeloze voorbijganger. De tweede fase is van start. En dat betekent dat er dingen gesloopt gaan worden, of ten dele gesloopt gaan worden. En dat zijn de niet-monumentale delen. Zo wordt de gevel van het Meelpakhuis gesloopt. We zijn echt het verhaal aangegaan, wat maakt een rijksmonument nou een rijksmonument? En dat is niet die gevel zozeer, maar dat is juist zijn die kolommen die binnen staan. Dat zijn paddenstoelkolommen. En dan krijg je de kolommen van beneden naar boven in het zicht. En daarmee zie je ook dat ze steeds smaller worden. Wat eigenlijk een bewijs van die architectuur, van dat het heel functioneel is gebouwd. Omdat ze voor een dragende constructie waren. Dus boven ook minder hoeven te dragen, dus smaller zijn. Kijk, hier kan je op de maquette dus heel goed zien dat straks de gevel ervan afgaat. Dat er een glazen gevel terugkomt. En dat daarmee die kolommen zo mooi in zicht worden. In dit pand komen uiteindelijk woningen. Een ander kenmerkend gebouw, de toren, gaat helemaal weg. Dat gaat er tussenuit. En dan krijg je vanaf hier heel mooi zicht op het water. En je krijgt het Meelpakhuis beter in zicht. Je krijgt het silogebouw waar het hotel komt beter in zicht. Dus het niet-monumentale stukje wat er ooit tussen is geplakt eigenlijk, dat gaat weg. En dan de hamvraag. Wanneer mogen we als gewone Leienaar gebruik maken van de meelfabriek?
huis kopen kunt u nu al. Maar echt de grote dingen in 2023, eind 2023, begin 2024. Met open armen moeten we dan klaarstaan. De kogel is door de kerk. Het Zwijlandbad aan de Kagerstraat in Leiden wordt omgebouwd tot een technasium. Door de groei van het aantal technasiasten heeft het Da Vinci College Kagerstraat besloten om het Zwijlandbad, dat al sinds 1979 droog ligt, om te toveren tot tweede technasiumwerkplaats. Conrector Dorien Schilperoort doet haar verhaal. Ja, dit was het Zwijlandbad, dat in 1963 gebouwd is en een tijd in gebruik is geweest als zwembad. En daarna is dichtgegooid, afgedekt en wij hebben een jaar of zes geleden onze technasiumwerkplaats 1.0 gerealiseerd. Dat is hierboven. En altijd stiekem een wens gehad om nog eens de zwembadruimte erbij te gaan gebruiken. En dat gaan we nu daadwerkelijk doen. Dus we hebben zijn hem aan het leegslopen om hem straks te gaan verbouwen tot technasiumwerkplaats. Het Da Vinci College beschikt al over een technasium. Maar door het groeiende aantal leerlingen is de extra ruimte zeer welkom. Nou, de school is echt groeiende en dat is voor een deel echt ook duidelijk aantoonbaar door het technasium. Dus we hebben nu bijna 1200 leerlingen, daar gaat volgend jaar waarschijnlijk overheen. Dus we hebben gewoon ruimte tekort in onze technasiumwerkplaats. En het is echt heel welkome aanvulling om hier nog weer meer van onze enthousiaste leerlingen aan de slag te kunnen laten gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Volgens facilitair stafmedewerker Evelien Ruiter is het de bedoeling dat het nieuwe technasium volgend schooljaar meteen in gebruik kan worden genomen. Deze zomervakantie moet het klaar zijn. De houten stellingen die je hier nu ziet, dat is eigenlijk nog van de sloop. Er lag een vloer hier over het hele zwembad heen. Die hebben we eruit gesloopt. Om te kijken wat de kwaliteit is van alles wat er onder vandaan komt. Dat zijn we nu aan het inventariseren en beginnen over. Ongeveer een maand hoop ik weer met opbouwen van de ruimte. Het schoolbestuur heeft een duidelijk beeld voor ogen van de nieuwe faciliteiten. Het wordt echt een aanvulling op het technasium 1.0. Waar je boven in technasium 1.0 heb je de machinekamer, de soldeerbouten, de grote machines. Hier beneden wordt echt een denktank. De kinderen kunnen in groepjes gaan samenwerken, bij elkaar overleggen, projecten voorbereiden. Dat meer. Op een dinsdagochtend is het redelijk rustig, maar op een mooie weekenddag kan het in het centrum van Leiden flink druk worden. De horeca zou prima kunnen helpen om die drukte beter te reguleren, zegt de ondernemer David Sok. Het is duidelijk dat de overheid regels maakt, daar sta ik helemaal achter. Maar die regels die moeten wel nageleefd worden. En als de gemeente geen mogelijkheden heeft om dat op een goede manier te doen, laat ons dat dan doen. Zet de restauranthouders in, gebruik die vierkante meters terras. Zodat wij kunnen zorgen dat er op die plekken gewoon 1,5 meter gehouden wordt. De terrassen die vandaag worden neergezet aan de Nieuwe Rijn zijn afgesloten voor het publiek en voldoen helemaal aan de verplichte 1,5 meter afstand. Mensen die even koffie to go komen halen, begrijpen de actie van de horeca wel. We zijn nu door de stad gelopen, de terrassen zien er heel leuk uit. De mensen plaatsen de tafeltjes zo dat er echt genoeg afstand is. En als je dan kijkt met wandelen en door de parken loopt, zitten ze op elkaar. Maar kijk, als je vaak zaterdags hier ziet, hoeveel mensen hier lopen. Wat is het verschil? Op een terras kan je afstand houden. Maar als mensen op een stoepje zitten, hou ze geen afstand. David Sok is niet bang dat wanneer de terrassen open zouden gaan, de toestroom van mensen te groot zou worden. Ja, ik denk dat de toestroom niet groter kan dan dat het afgelopen weekenden is geweest. Want de stad zat echt hutje-mutje vol. En dan denk ik dat je de vierkante meters juist moet gebruiken. Dat hebben we vorige lockdownperiode ook gezien. Op de dagen dat het dan wat mooier weer wordt, loopt die hele stad vol. En dan is er geen plek voor de mensen. Zeker nu de winkels dicht zijn en de restaurants dicht. En de toeloop is even groot als normaal. Voor zover bekend heeft het opstellen van de terrassen in Leiden niet tot problemen geleid. Bij de Leidse voetbalvereniging Lucht Dunum mag weer worden getraind. We hebben er lang op mogen wachten, maar wel heel fijn dat het nu weer kan. Ja, natuurlijk zijn we weer blij om op het voetbalveld te staan. Maar het is toch wel raar dat je halve team wel met elkaar mag gaan voetballen en de helft in tweetallen iets anders moet gaan doen of zo. Dus we moeten maar even gaan zien hoe het gaat.
Maar de leeftijdsgrens van 27 jaar zorgt wel voor problemen bij het eerste dameselftal. Degene die boven de 27 is, mag voorzichtig hand omhoog. Dan gaan we voor jullie drieën een aparte invulling geven. En voor de dames onder de 27, jullie gaan gewoon de reguliere training en dat krijgen jullie van Jam. En de dames boven de 27 zal training van mij krijgen. Wat mogen de dames onder de 27 en wat mogen de ouwetjes? Nou, de dames onder de 27 mogen in principe alles. De dames boven de 27 mogen eigenlijk ook alles, alleen met voldoende afstand. Dus ze mogen geen duels en dat is gewoon het belangrijkste, dat ze die afstand waarborgen. Maar dan kan je toch eigenlijk niks? Eigenlijk niks, inderdaad. Voor de oudjes dan, hè? Dus ja, het is niet anders. We moeten het maar doen. En de oudjes moeten even doorbijten, denk ik. Dus ik hoop dat het snel voorbij zal zijn en dan, dat we gewoon met de hele groep kunnen trainen. Hoe is het met de conditie? Niet zo best. Ja, eigenlijk staan we nu al een jaar stil. Hè? We hebben wel tussendoor af en toe even iets gemogen, maar in de praktijk al een jaar eigenlijk niks meer. Hoe vind je het om weer te trainen? Ja, fantastisch. Zeker even zo'n duelletje. Dat heb je toch, het is niet echt als in de wedstrijd, maar gewoon weer even dat je merkt dat het ook toch een contactsport is. Ja, dat is wel fijn. Dat je ook, dan is veel meer een uitlaatklep. Nee, dus ik ben er heel blij mee. Wat vind je van de maatregelen of van de manier waarop jullie nu mogen trainen? Het is natuurlijk wel gewoon jammer dat je dan net door zo'n leeftijdsgrens in tweeën wordt gesplitst. En je moet ergens de grens leggen. Maar voor ons is het wel een beetje treurig. Nou, ik snap dat ze voor de groep onder 27 daar iets voor willen doen. Dat snap ik zeker. Maar ja, als team heb je hier niet echt heel veel aan. Behalve het wel leuk om elkaar te zien. En ja, qua corona. Dat een 26-jarige krijgt dat natuurlijk net zo makkelijk als een 34-jarige. Dus ja, maar ja, moet het er maar mee doen, hè? Luc, voordat we beginnen, één prangende vraag. Jullie adverteren met één broek voor twee billen. Waar komt dat vandaan? Ja, dat heeft mijn opa destijds verwacht toen het nog alleen maar een spijkerbroek een speciale zaak was. En dat viel eigenlijk wel heel erg goed in de smaak, dus dat heeft heel lang aangehouden. Want alle leienaren kennen deze spreuk. Maar terug naar vandaag. Hoe is het gegaan? Ja, super. Het was een hele fijne dag. Het was een drukke dag. Het stond eigenlijk helemaal vol tijdschema's. Dus we hebben aardig gedraaid. Hoeveel mensen per uur ongeveer? 4. 2 mensen per half uur. En kopen mensen dan ook wat? Of gaan ze ook nog zonder spullen naar buiten? Nou, eigenlijk heeft iedereen wel een aankoop gedaan. We hebben eigenlijk een hele vaste klantengroep die eigenlijk altijd wel kopen. Die komen gewoon wanneer het nodig is. En zo waren hier net de vaste klanten een paar minuten geleden nog bezig met het aanschaffen van die broeken voor twee billen. Nou Walter, je mag eindelijk weer boodschappen doen. Ja, gelukkig wel na zo'n lange tijd weer. Gelukkig wel. Het was wel weer even wennen, maar we zijn geslaagd. Wat was er wennen? Ja, we gewoon weer even de winkel inlopen zo, maar wel op afspraak, maar toch, het was wel weer even gezellig. Leuk, ouderwets. En ben je geslaagd? Ja, 2 broeken dus voor nu. En van de week maken we alweer een nieuwe afspraak en dan gaan we weer opnieuw kijken. Je hebt nog meer nodig? Ja, we moeten even meer tijd hebben. Dus kunnen de andere mensen ook nog even winkelen. Wat vind je van die tijdsloten? Ja, het moet eenmaal eventjes. Iedereen heeft de tijd even om in ieder geval zijn spulletjes te halen. Zijn hoognodige spullen in ieder geval. Maar ja, nou heb je dus maar een paar klanten in je winkel. Kan je daarvan leven? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat alle precieze cijfers zijn. Ik ben maar gewoon een verkoper en tot nu toe gaat het nog. We zijn er nog en daar ben ik heel blij mee. En wat zou je opa zeggen? Want hij begon dit hier. Wat zou hij zeggen als hij die hele lockdown en een tijdslot in zijn winkel mee had gemaakt? Ja, hij zou het kloten vinden. Of dat is heel lastig, laat ik het zo netjes zeggen. Alleen hij zou er wel het beste van proberen te maken, want zo was hij. En daar moeten we ons aan vast blijven houden. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. We moeten er met z'n allen wat van maken. Als winkeliers, als horeca. Iedereen. De ramkraak is rond 3:30 door 2 verdachten gepleegd. Eén met een groot postuur, de ander kalend. Door de inzet van Burgernet, een helikopter en veel politie is de auto vermoedelijk met buit teruggevonden in de Beethovenstraat. Ja, dit is een heel oud groen Toyotaatje en was blijkbaar ijzersterk. De auto is nu voor de 3e keer gebruikt voor deze ramkraak. 6 weken geleden en ook 2 en 3 jaar geleden.
Maar die auto die zou toch al lang totaal los moeten zijn? Ja, het is denk ik een auto van hele goede kwaliteit. Wordt tegenwoordig niet meer zo gemaakt, denk ik. De modewinkel werd op 8 januari en 3 jaar terug ook al aan gort gereden. Volgens ooggetuigen zijn ze dus weer in hun achterruit naar binnen gereden. En dat doen ze dan 2 à 3 keer, zodat die pui echt helemaal ontwricht is en de deuren eruit vliegen. Dus ja, hier hingen onze nieuwe collectie zomerjassen. En daar waren ze heel gericht naar op zoek. Bas, heel veel sterkte met de rommel. Klanten leven mee met Bas. Het heeft zo'n impact ook op je privéleven. Iedere nacht maar weer afwachten van zal die telefoon gaan op het moment van de alarmstralen. Dus ja, dat moet eruit. Dat geeft zoveel onrust. En de zin om te ondernemen wordt natuurlijk ook wel enorm weggehaald zo op deze manier. Bas heeft al een aanvraag bij de gemeente lopen voor paaltjes voor de gevel. Dus ja, dat moet nu versneld geplaatst worden, want dit kan niet meer langer zo.